Artische recht, dat is, ik denk, de tweede of de derde tentoonstelling waar Artie een curator heeft gevraagd om uit het bestand van actieve Artie-leden een expositie samen te stellen. Daar is dit mijn resultaat van. In plaats van dat ik u een dunne opsomming wil geven van wat mij beweegt in de denkkunst en het leven, heb ik de kunstenaar Maurits de Bruin, deze schrijver, gevraagd om daar een verhaal over te schrijven. It's a little house in the middle of the forest that really freaks you out. The lights are on, you know someone's home. That's where I am. You're in the middle of a dark forest. Met OMD brengt Doodat door Martin Cedewaal de verzameling unieke en eigenzinnige kunstenaars. Deze kunstenaars leven bij Two is a Crowd, zijn introverte eenden, maar verstoppen zich niet in een klein huisje in het bos. Ze tonen zichzelf aan de wereld. Ze schreeuwen niet, ze dwingen ons te luisteren. Naar hun fluistering. Naar hun whistle in the dark, waarmee ze hun eigen adviseren. Hun orchestral maneuvers in the dark. Leuk dat je kijkt naar MVS, Gay Station. Vanuit jouw hoofdstad brengen we je op de hoogte van de laatste trends, roddels en ontwikkelingen in de Amsterdamse gay scene. Vandaag zijn we te gast bij Orchestral Maneuvers in the Dark. Dat gaat over een donker bos met een huisje erin. En Martin de Waal gaat het ons allemaal haarfijn uitleggen. Het is gekke kunst, maar het is een mooie expo in zijn totaliteit. Maar ik vind vooral de tekeningen, of het is een soort vetkrijttekeningen, en dan met name de wilde zwijnen, misschien heel behoudend, maar die vind ik wel erg mooi, ja. Echt prachtig. En dat hele donkere en duistere komt wel naar voren, ja. Ik vind het heftig wat ik aan die kant zie, de naakte lichamen. En niet in schoonheid, maar in rauwheid. Dat vind ik prachtig, het huisje van Hans en Grietje. Zo zie ik dat dan even. Ja. Ik dacht daar Hans en Grietje te zien in een bos, zeg maar. Dat was voor mij even mijn verhaal. Maar er schijnt hier een verhaal te zijn op papier wat je mee kan nemen. Dus ik denk dat ik dat even ga zoeken. Waar staan we? Wij staan in Artie et Amicitia, ja. Kunstenaarsvereniging. Ja. Ik geloof dat dit de derde tentoonstelling is, waarin een curator wordt gevraagd om uit dat bestand een tentoonstelling in te richten. En jij bent de curator? Ik ben de curator en ze hebben een half... Doet een curator? Dat is een samensteller van een expositie. En niet alleen dat. Het is ook... Die wil een rol leggen. Laat ik het zo zeggen. Hè? Een visie neerzetten. En de challenge in dit geval is natuurlijk... Want anybody can make a wonderful show. Vooral in Artie. Want het is een geweldige ruimte natuurlijk. Maar ik ben natuurlijk nu beperkt... Quote-on-quote, want er zijn 600 leden. Maar je mag maar een aantal mensen willen ze tonen. He, je kan natuurlijk van heel veel mensen één of twee mooie werken zoeken. Maar een aantal werken en daar een bepaald contrast of een symbiose. En ik wil heel graag een verhaal vertellen als curator. Ik bedoel, daarvoor word je gevraagd. Hoe komt u hier verzeild? Ik ben de maker van die grote panelen daar en de
Zwart-wit. Kunstenaar. Het portret wat daar hangt. Dus als u vraagt, wat vindt u? Ik vind het mooi tentoonstelling. Ja. Er zit wel heel veel donkerte en duisternis. Dus Maarten de Waal, de maker van de tentoonstelling, heeft het daarom uitgekozen. Maar waarom kies je dan voor darkness? Dat ligt heel erg in, als mensen die mijn werk kennen, die weten dat mij... Altijd in het black natuurlijk. Dark, romantisch ziel hier in huis. En wat ik in deze... mijn vorige expositie, I Am a Photograph, als curator ging heel erg over mensen die zich in een niche bevinden. Hè, en zichzelf zijn. En ik ga hier eigenlijk nog een stapje verder. In die zin dat ik zeg, not, zoals ze zegt, 3 is a crowd. Nee, 2 is a crowd. Mensen zijn zo alleen, maar willen zich niet verenigen. Want als je je verenigt, dan zit je weer in een groep. Als je darkness is eigenlijk eenzaamheid. Dat hoeft niet per se, want het zijn mensen die ervoor kiezen. En niet omdat ze depressief zijn, maar wij vinden dat misschien darkness. Hè? Dat hoeft helemaal niet eng te zijn. The little cabin in the woods. Ja. En daar komt de titel vandaan. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Die uitdrukking Orchestral Maneuvers in the Dark. Ik moet zeggen dat ik het echt alleen maar kende als begrip van die band. Ja. Maar het is gewoon een Engelse uitdrukking dat je lawaai maakt. Als je alleen op een donker landweggetje loopt. En dan hoopt dat dan als er een enger iemand die denkt dat er dan een groep mensen is. Weet je, om je angsten te bezweren. Dus het is een hele grappige uitdrukking. Oh, oké. Dat betekent het. En dat heeft Martin dus eigenlijk geïnspireerd om kunstenaars te vragen van die angst. En hoe bezweer je die? Waar gaat het eigenlijk om, volgens mij? Dus je ziet wel, een soort eenzaamheid kan in een stad. Een angst kunnen in een volle stad net zo goed als in een leeg bos zijn. Je hebt soms hele liefelijke bossen en die natuurlijk ook een beetje op. Maar vooral in bossen is ook, vooral als het een beetje dicht is en geen paden, dan heeft het ook iets engs. Want eigenlijk is, je ziet niks. Ja. De dieren verschuilen zich, de mensen verschuilen zich. Dus wat hebben wij daar te zoeken? Blijf maar op dat grote pad. Hoe heet je? Snorella. Snorella. Ja hoor, Snorella. Wat vind jij? Wat is jouw favoriete piece? Mijn favoriete piece is natuurlijk het... wandkleed wat gewoven is op de computer. Maar ik vind deze hut in de Derry ook heel erg tot de verbeelding sprekend. Want daar zou ik eigenlijk wel willen wonen. Ja? Waarom? Nou, dat je 's morgens wakker wordt dat je denkt, zal ik naar buiten gaan of zal ik binnen blijven? En dat je dan toch maar even binnen blijft, aan die paal vasthoudt, naar buiten kijkt, door de blubber en denkt, nee, ik ga toch maar weer terug naar binnen. Nou, dit is natuurlijk niet mijn werk. Dit dacht ik. Nee, ik ben de curator, ik ben de samensteller, dus mijn eigen werk. En inderdaad, dit is heel erg, ik vind het compliment dat je dat denkt, want ik ben natuurlijk ook bekend om de zware bossen die ik maak. Maar dit is een hele oude foto eigenlijk, uit de jaren 80. Prachtig. Dus de dame in kwestie is de vrouw van de fotograaf en die loopt hier ook rond. Maar dat is een kleine dame met grijs haar nu. Wat ik met deze show probeer duidelijk te maken is dat de mensen die zelf, die verstoppen zich niet, maar ze zijn klein in die zin in wat ze maken. En ik geef ze eigenlijk op een bijna groteske wijze een podium, wat ze zelf nooit zo zouden doen, dat hele, hele grote. En natuurlijk gaat het bij mij ook over zichtlijnen en deze expositie gaat heel erg over tactiel, over materiaal. Ja. Dus ik maak eigenlijk de draak ermee door de tekeningen van Geert van der Klucht. Dat zijn hele zachte krijttekeningen. Ja. Om die zo uit te vergroten op vinyl, waardoor het uitziet als een ouderwetse van die platen die je vroeger op school had. Van die kleurplaten. Ja, ja, ja. En vervolgens ga je de show verder en dan zie je het werk echt hangen. Het hoeft niet altijd heel erg zwaar te zijn. Ik heb eigenlijk als een soort comic relief heb ik de Jurgen Winkler erbij. Die gezichtjes maakt. Zoals dit wandkleed heb ik naar voren gehangen zodat je ook de achterkant kan zien. Waar kijken we naar? We kijken naar een student performance van het San Francisco Art Institute. In 1987. En daarna heb ik hem nooit meer gezien. En Martin heeft onder andere deze foto op het internet geplaatst als aankondiging voor de tentoonstelling. En ik kreeg toen contact met hem en hij is beeldend kunstenaar. Hier is hij in de 20, maar inmiddels is hij dus in de 50. En hij vond het verschrikkelijk leuk en wou contact hebben en wilde weten hoe het is afgelopen.
En zijn jeugd is dus niet geheel verloren gegaan, ondanks de tekst op zijn pak. Wasted Youth staat erop, zie je? Het is niet Martin, hè, waar we naar kijken. Nee. Maar wel iemand die heel erg met zijn, nog steeds, met zijn identiteit bezig is. En dus net als Martin, een beeldend kunstenaar die zichzelf eigenlijk onderwerp maakt van zijn kunst. Ik heb deze foto eruit gepikt omdat hij me later, niet op het moment dat ik hem maakte, geweldig deed denken aan een portret dat de Amerikaanse fotografe Diana Arbus maakte van een klein jongetje in Central Park die een speelgoed handgranaat in zijn hand houdt en op dezelfde manier in de lens kijkt. En daar zit iets duisters in die houding en in een soort verzet wat eruit spreekt. En ik vind hem daardoor heel sterk en heel mooi. Martin, wat is jouw favoriete stuk? Je hebt een verschil tussen favoriete stuk en wat je zou willen hebben. Oh, wat wil je hebben? Ja, dat dacht ik al. Wat zou ik nou willen? Nou, ik word helemaal enthousiast van, dus het is waar wat ik zeg. In die zin dat ik het zou willen hebben. Omdat dit is een hele mooie barietprint door echt een meesterprinter gemaakt. Dus de meerwaarde van een kunstwerk, de schildering of het hebben, vind ik heel erg belangrijk. Wat zijn jouw orchestral maneuvers in the dark? Nou, eigenlijk sta je daar nu in. Dat ik een ontzettende sympathie heb voor totale eenlingen. Die dus zelf verlegen mensen bijvoorbeeld. Het is helemaal niet leuk om verlegen te zijn, want het is heel lastig. En je hebt nu een tegenbeweging in Amerika ontstaan, het heet de New Introverts. Mensen zijn het zat. Het geschreeuw van Diederik en Fleur mensen, waar we nu in leven in Amsterdam. We zijn het gewoon zat. Het gaat over donkerheid, maneuvers in the dark. Ik kom hier echt gewoon aanwaaien. Ik heb zoiets van, hou nou eens op met dat gebler en geschreeuw. Rustig. En dan hebben we het niet over hippie of zen. Nee, ben je verlegen? Ik ben vroeger heel erg verlegen geweest. Dus ik weet hoe het is om... Het is bijna een locked-in syndroom. Je zit vast. Je kiest daar niet voor. Dankjewel. Dank je. Martin is eigenlijk gewoon een stadskurator. Want je bent altijd maar bezig met dingen. Initiëren, kunst. Ja. Dat is ook wat je drijft? Nee hoor. Ja, misschien ook mensen te tonen die misschien elders weer wegvallen. Of tussen de gaten doorvallen. Ik weet niet. Tot de volgende keer. Is het wel?